Mr. Gorbachev, tear down this wall. Het is dit najaar 30 jaar geleden dat de Berlijnse muur viel. Het symbool van een gespleten Duitsland. We hebben heel Europa naar de kloten geholpen, maar ze hebben de restanten wel ordelijk opgeborgen. Vanuit Berlijn reizen de broeders Maarten en Vincent van Rossum door het nieuwe Duitsland. Hé, hey, kijk eens. Ah, wat leuk. Hé. Hey. Ach, jeetje. Wat een treurigheid. Ze gaan op onderzoek uit naar de gevolgen van die wende. Heute wird so getan, als wäre alte Bundesrepublik der Garten Eden und die DDR die Hölle. Und so ist die Geschichte nicht verlaufen. Ja, ze zou het ook eens een beetje schoon moeten maken. Ja, dat ben ik met je eens. Maarten en Vincent beginnen hun onderzoek bij wat er na 30 jaar nog van de muur over is. Enkele rijk gedecoreerde fragmenten die nu geen angst meer inboezemen en slechts een populaire attractie zijn voor de duizenden toeristen. Die muur, Vincent, dat is tijdelijk. Ik weet, het zal in ons leven niet meer gebeuren, maar dat ding gaat ook... Hij gaat weg, hè? Ja, gaat ook een mooie dag. 50 jaar. Zoiets. En bovendien, dan zijn die gevoeligheden, die zijn weg en zo. En dan gaat... Ja, ik denk ook, wat moet je ermee, hè? Ja. Kijk, nou, hey, kijk. Jij vindt dit leuker. Ja, joh. Vind? Dit is echt. Hun zoektocht naar sporen van de verdeeldheid tussen West- en Oost-Berlijn, West- en Oost-Duitsland, brengt ze naar de Bernauerstraße, waarvan een ander stuk muur een herdenkingsmonument is gemaakt. Ik ga hem aanraken. Ja. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik wel. De broeders waren eerder in Berlijn, toen de stad nog in tweeën was gedeeld en de spanning tussen Oost en West het dagelijks leven beheerste. Ik kwam daar als student met mijn overigens Duitse professor. Wij stapten uit in Friedrichstraße en ik beging daar dus de onvergetelijke blunder. Dat mag je nou... Ik lachte de autoriteiten uit. Mannen in een uniform met een pet op, neem me niet kwalijk, maar ja, ik schiet in de lach. En ik werd dus onmiddellijk opgesloten in een kamertje. Ten slotte, dus achteraf, kreeg ik enorm op mijn lazer van mijn Duitse professor. Vincent, je lachte ze uit! De grote vraag is natuurlijk, waarom hebben ze in godsnaam dwars door Berlijn een muur gebouwd? Laten we even teruggaan tot 1945. Duitsland had die oorlog spectaculair verloren, anders kun je het niet noemen. En de grootmachten die Duitsland verslagen hadden, hadden besloten om Duitsland te bezetten in verschillende bezettingszones. Russische bezettingszone, vrijweg de grootste. Engelse bezettingszone, een Amerikaanse bezettingszone en een kleine Franse bezettingszone. Het idee was dat er een gezamenlijk beleid zou worden gevoerd voor het bezette Duitsland. Daarvan is niets terechtgekomen. Dus de Amerikanen hebben heel snel een beleid ingezet van een soort van herstel. En zo creëren de Amerikanen in de herfst van 1949 een West-Duitse staat samen. Dat wordt West-Duitsland. En zo hebben de Russen van hun eigen zone een communistisch systeem gemaakt. Dus dat wordt Oost-Duitsland. De vrije markteconomie in het West-Duitse deel zorgde in de jaren 50 en 60 voor veel meer economische voorspoed dan de geleide economie in Oost-Duitsland. Voor Oost-Duitsers lonkte dus de relatieve rijkdom van West-Berlijn. De stad lag als geheel weliswaar in Oost-Duitsland, maar het westelijk deel van de stad behoorde tot West-Duitsland. Aan het begin van de tweedeling konden ook Oost-Duitsers zich vrij vestigen in West-Berlijn en zo profiteren van de westerse welvaart. En je begrijpt wie wegging. Hoogopgeleid, aantrekkelijke vrouwen, kortom. Iedereen die dacht, het gaat mij een stuk beter in het westen dan in het oosten, die vertrok. Dus die DDR, de Duitse Democratische Republiek, een van de minst democratische landen die ooit democratisch zijn genoemd, maar goed, dat komt veel voor in communistische kring, die dachten, wij moeten iets doen. We moeten dat gat sluiten. Die deur moet dicht, want ons land leidt aan een slagadelijke bloeding. En dan in augustus 1961 wordt de muur gebouwd. Al is de tweedeling van Berlijn 30 jaar geleden opgeheven,
De herinneringen aan die tijd staan nog altijd scherp in het geheugen gegrift. De muur spleet tientallen jaren het land en de stad in tweeën, dreef families uit elkaar en scheidde geliefden. Tatjana Sternenberg en haar Antonio waren zo'n verliefd stel. Zij is als 21-jarige stapel op de knappe Italiaan Antonio. Maar Tatjana woont in Oost-Berlijn en kan daar niet uit. Antonio woont in West en kan maar af en toe bij haar op bezoek. Und er stand mit seinem quietschroten VW Käfer mit einer Rose in der Hand und lädt mich ein auf ein Glas Wein. Da muss man schon sich verlieben, das kann ich sagen. Und er hatte ja, Wimpern wie Gardinen und braune Augen. Im Beisein von haar nieuwe Mann doet Tatjana haar verhaal over Antonio, haar erste große Liebe. Zwischen ihnen stand die Mauer. Ja, ich hatte einen Antrag auf Ausreise gestellt. Die Stasi hat dann 12 Leute in Stellung gebracht, um Antonio und mich Tag und Nacht zu überwachen. Der war mal bei mir zu Hause und hat für die Stasi eine Skizze angefertigt. Also wo ist das Zimmer, wo ist das Bett? Dann kamen Fluchthelfer ins Gespräch. Eine Flucht hätte ich machen können mit einem Mitarbeiter einer Botschaft im Kofferraum über den Checkpoint Charlie. Und da sind Sie am Grenze erfasst? Nein, von zu Hause, im Vorfeld schon. Von zu Hause schon? Ja, die Stasi hat so viele Leute und so viele Berichte zusammengetragen. Dann hat die Stasi festgelegt, wann sie mich verhaftet. Und Antonio gleich mit. Ich habe im Strafvollzug beantragt, Antonio zu schreiben. Und ich habe gedacht, ich will einen Brief von Antonio haben. Dann habe ich Briefe bekommen, aber die wurden alle zensiert. Meine Fragen an ihn, die Antworten waren ganz anders, weil die Post aneinander vorbeiging. Ich habe später, als man die Akten sehen konnte, so einen Stapel Briefe, die ich nie gelesen habe. Na 3 Jahren von Opsluiting wird Tatjana freigekocht durch West-Duitsland. Dit geluk overkwam door de jaren heen circa 35.000 Oost-Duitse politieke gevangenen. Het heeft de DDR zo'n 3,5 miljard D-mark opgeleverd. Antonio en Tatjana kunnen eindelijk bouwen aan een gelukkig leven. Maar helaas, de trauma's bij met name Antonio hebben diepe wonden geslagen. Had die Stasi ventileren lassen, er würde Antonio voor die Stasi arbeiten. Die Häftlinge dort haben ihn fast halb tot geschlagen und haben gesagt, wenn wir rauskommen, du bist draußen und wir kommen raus, wir bringen dich um. Er hatte Furcht vor solchen Racheakten. Das hat ihn innerlich, glaube ich, aufgefressen. Er hat sich abgesondert, er ist nachher in einer vermüllten Wohnung gestorben. Ja, het is natuurlijk wel een intens droevig verhaal. Hè? Je wordt eens verliefd op een buitenlander, meid. Ja, maar hier zie je dus het totale absurdisme van die politiestaat. Word jij leuk? Het zijn dus 2 jonge mensen die verder geen enkel politiek benul hebben. Die gewoon van elkaar houden. Een mooie Italiaanse jongen. En die worden dus jarenlang getreiterd. Je ziet overal waar je erin prikt, zie je de waanzin van die politiestaat. Hoe was het om in Oost-Berlijn te wonen? Een stadsdeel dat sterk verarmde, vergeleken met het westelijke deel. Ruik het nou naar pis of naar schoonmaakmiddelen? Wat is het? Heunau, die moeten wij hebben. Oh, Heunau. Ja. Nou, dat gaan we niet meer redden. Ja, 4 minuten? Nou, dat loopje, dat duurt gauw 10 minuten. In Oost-Berlijn heerste een enorme woningnood. Ook al omdat veel van de huizen verwoest waren in de Tweede Wereldoorlog. Er moest goedkoop, maar vooral ook snel gebouwd worden om de bevolking onderdak te bieden. We zijn in Matzaan. En Matzaan is een wijk in het voormalige Oost-Berlijn. Dus ook gebouwd door de DDR. Eind jaren 70, jaren 80. Er zijn 20.000 woningen. Als je zulke grote aantallen woningen wil bouwen, ligt de gedachte voor de hand om dat met een industrieel proces te doen. Ja, dat vind ik ook wel. Dus je gaat die onderdelen van tevoren in een fabriek maken. Vaak werd die fabriek ter plekke opgezet. Ook voor de Bijlmer hebben we een fabriekje gebouwd om die onderdelen te maken. En daar komt dat beroemde woord platten vandaan. Want zij gebruikten voor die gevels platen
Ik stel me voor dat je daar dus zie je een voorbeeld. Ja. Dat is een vrij grote plaat. Met twee ramen. Met twee ramen. En over die plattenbouw is altijd verschrikkelijk flauw gedaan. Maar het is een heel efficiënt systeem. Ze konden zo'n portiek etageflat werkelijk in een kwestie van weken bouwen. Dat gaat dus heel snel. Ik weet niet of je ooit goed naar de Bijlmer hebt gekeken, maar die dingen staan vrij dicht op elkaar, hoor. Die honingraten die zijn helemaal niet zo groot als je denkt. Terwijl hier zie je dus echt dat de volgende, die staat daar. Ja, dat is een reuze ding. Dat is tip op een regenachtige dag, als je toch al moe bent, zie je het niet. Dan ga je daar niet naartoe lopen, dan vind je te ver. En deze staat hier, dus dat komt omdat de grond was gratis. In communistische landen was de grond namelijk eigendom van iedereen. Terwijl in Nederland is het probleem dat grond is een van de hoogste kostenposten bij het bouwen van woningen. In de aangrenzende wijk Hellersdorf bezoeken Maarten en Vincent een modelwoning. Ja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen in Hellersdorf. Ja, hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. Voormalig bewoner Ralf Protz laat zien hoe in de DDR-tijd in een plattenbouwappartement werd gewoond. Ja, kijk. Wat een gezellige inrichting. Ja. Dit, ja, voor DDR-begriff vind ik dat ziemlich angenehm. Ja, en de Unterschied zu heutigen Sozialwoningen is zo groot niet. Die zijn kleiner. Nee, die Wohnungen zijn fast das Gleiche. Aha. Die Wohnung is sogar noch mitunter größer als die heutigen Sozialwohnungen. Ja, dit is dus aan het begin van de jaren 80 gebouwd. Zo'n beetje de laatste golf woningen, denk ik, die de DDR geproduceerd heeft. Laten we zeggen, voor de Eerste Wereldoorlog woonde de arbeidende bevolking onder werkelijk erbarmelijke omstandigheden, met name Berlijn. De eerste mensen die hier in die nieuwe wijken kwamen wonen, die wisten niet wat ze overkwam. Met een echte badkamer erbij en een nette keuken. Al die dingen, dat was dus nieuw. En ja, je kan natuurlijk een beetje... Het is misschien niet het gezelligste wat er is, de massawoningbouw, maar er moet een probleem opgelost worden. Die DDR war ein armes Land. Ja, sie hatte nicht. Schon gesagt, wir hatten Wasser, Sand und Zement. Ja, damit kann man Beton machen und damit kann man ein bisschen was bauen. Ja. Und dafür ist die Qualität dieser Wohnung, wenn man da noch die Kosten sieht, eine Wohnung hier hat 100.000 DDR-Mark gekostet. Das ist ja eine ganz knappe Wohnung. Ne? Inklusive der ganzen Infrastruktur, inklusive Schulen, Kindergärten, U-Bahn, Straßen, das wurde alles mit eingerichtet. Dus even kijken, jongens, wat er allemaal is. Ja, hier is dus de ouderslaapkamer. Nou ja, je ziet, het bekende standaardwerk. Het is allemaal precies hetzelfde als in Nederland, zou ik zeggen. Ik heb ontelbare van die naoorlogse woningen in Amsterdam bekeken. En, 60 vierkante meter is namelijk 60 vierkante meter. En of je het nou zo doet of zo doet, het maakt niks uit. Even naar buiten kijken, dat moet je ook altijd doen. Ja, zie je? Binnenhof, hartstikke groen. De keuken. Ja, dat is toch typisch Duits, hè? In de keuken zitten. In Nederland maakten ze namelijk de keukentjes zo klein dat je er geen tafeltje in kon zetten, want je mocht niet in de keuken wonen, over ideologie gesproken. Dat was streng verboden. Ja, een beetje een lullig aanrechtje, maar er is toch niks mis mee? Dan gaan we nog even naar het kinderslaapkamertje. Ach ja, modeltreintjes, jongen. Wat is dat leuk, hè? Dit is gebouwd, en daarom, dat heb ik al gezegd, door de DDR in de jaren 70 en 80. Ja. De DDR was een straatarm land, hè? Realiseer je dat goed? En dan is natuurlijk, dit is natuurlijk, zoals je ziet... Dit is enorm relatief. Is dit best, ook voor de jaren 50, is dit ook in Nederland... Je weet toch dat jij met je zoontje... een keer in de Javastraat naar het huis bent gegaan waar jij opgegroeid bent. Zeker. Zijn zoontje was geschokt. Ja. Ja. Huh? Wij zijn uitgestapt en toen... Ik zei, nou, daar heb ik gewoond, 18 jaar van mijn leven. Helemaal niet ongelukkig. Nee, prima. Ja, kijk. En toen zei Niels, die was denk ik 7 of zo, in dat kleine huisje. Ja, nou, kijk. Die woningen zijn niet gebouwd voor rijke mensen.
mit viel Geld für reiche Menschen bauen, ist keine Kunst. Nein, das ist nicht schwierig. Kunst besteht drin, mit wenig Sachen ordentliche Wohnungen für Menschen zu bauen, die wenig haben. Wahrscheinlich waren die Menschen damals, wenn sie in die neue Wohnungen zogen, ziemlich glücklich. Die waren sehr, sehr glücklich. Meine erste Wohnung, die ich bekommen habe, war in Hohenschönhausen eine solche Plattenbauwohnung. Allerdings nur ein Zimmer. Nicht drei Zimmer, es war eine Einzimmerwohnung. Nur diese. Ja, nur dieses auch, mit Bad und Küche. Ja. Aha. 30 Quadratmeter. Und wie lange haben Sie dort gewohnt? Und ich war glücklich. Ich habe in der Wohnung über 5 Jahre gewohnt. Zijn naast de woningbouw nog meer positieve aspecten te benoemen van het voormalige Oost-Duitsland? Ja, die waren er zonder meer. Dat betreft in het bijzonder de positie van de vrouw. Dus dat we zeggen, je kreeg zwangerschapsverlof. Er werd veel meer gedaan voor werkende vrouwen. Er was een voortreffelijke kinderopvang. En er was nog een tweede aspect. Dat als je bij een bedrijf werkte, dat bedrijf ook zorgde voor gezelligheid. Dus je ging met het bedrijf met vakantie. Er waren leuke dingetjes, er waren jubilea. Dus ja, er zitten zeker in dat systeem positieve aspecten. Nou, het is natuurlijk ongetwijfeld zo. Maar er zijn net iets te veel van die verhalen. Ja, dat het toch geen prettig land was om in te wonen. Misschien als je jezelf heel erg in thuis hield, weet ik veel. Maar die malle Stasi, dat was natuurlijk hopeloos. Als we de balans opmaken. De DDR was een politiestaat en niet zomaar een politiestaat, maar de meest intensieve politiestaat die de mensheid ooit heeft gezien. Het ministerie van Staatsveiligheid, de Stasi, richtte in Oost-Duitsland talloze gevangenissen in. In Berlijn is zo'n strafinrichting tot een museum gemaakt waar oud-gedetineerden rondleidingen geven. Het economische systeem functioneerde niet in de DDR. En omdat het niet functioneerde, waren de burgers ontevreden. En omdat de burgers ontevreden waren, hebben ze dat immense systeem gecreëerd van beloering, intimidatie, arrestatie, in de gevangenis en gaan ze maar door. Er zijn hier in totaal in deze gevangenis, als ik het goed heb begrepen, 11.000 mensen opgesloten in de loop der jaren. Ze hadden hier ook zogenaamde witte folter, zoals dat heette. Dus je werd niet met stokken geslagen en zo, maar ze hielden permanent het licht aan. Ze maakten je elke 3 minuten wakker. Dingen die je dus niet kunt zien, maar waar je in no time zo gek als een deur van wordt. Ik wil maar zeggen, het was niet een sympathiek regime. Ik ben vastgenomen worden genau am 2. april 1978... Am Sonntagnachmittag war das, gegen 16.30 Uhr im Zentrum von Ostberlin am Alexanderplatz. Ich habe dort alleine eine ca. 4- bis 5-minütige Manifestation mit einem Banner, einem Transparent, gegen die Kommunistische Partei, gegen die SED in dem Falle, durchgeführt. Und der Grund war, die Chance zu haben des Freikaufs. Die DDR hat ja... Sie möchten Haftling werden? Ja. Zwei Fliegen mit einer BRD 30.000 Leute freigekauft. 34.000 wurden freigekauft. Das war ein großes Risiko dahinter und kein Automatismus, weil der große Traum war die Freiheit im westlichen System. Ist die heerlijk cool, Jungs. Junge, Junge. So, ich bin dann nach 20 Stunden Verhör. Dann habe ich die erste Woche ohne Matratze auf einem sehr schmalen Holzbett schlafen müssen, 60 cm, und musste immer ins Licht gucken während der Nacht. Das Licht, helle Licht, war über der Tür immer angeschaltet. Und schlimm, sehr schlimm, glauben Sie mir, war alleine sein in so einer kleinen Zelle und dann die ersten 3 Wochen nichts lesen können. Haben die Leute, die ihr verhaftet haben, nicht eine Vermutung? Eine Vermutung von Ihrer Strategie. Das hat die Staatssicherheit dann natürlich gleich mitbekommen. Also nicht nur eine Kritik an der SED, sondern auch, Leute, für mich ist Schluss in der DDR. Ich gehe jetzt mit euch den Weg. Ich will in die Freiheit. Es gibt kein Zurück mehr. Nou, sieht die Gefangenis in Nederland er wel beter uit, Maat? Ja, dat wel. Is wel wat vrolijker. Ah, daar komt das Essen. Guten Morgen, Herr Schulz.
Frühstück ist da. Ja, das ist richtig, was Sie sagen. Hier kommt wirklich das Essen durch. Dreimal am Tag. Wir haben aber hier kein Fernsehen oder Radio. Und es ist auch verboten, für den Häftling das Bett, wie auch für mich, am Tage zu benutzen. So, es war auch verboten, Sport zu treiben. Oh, das finde ich ganz schön. Ich zeige Ihnen jetzt mal, dass ich meinen Sport getrieben habe. Ich mache Liegestütze 150 oder 60 jeden Tag gegen die Wand. Die sind aber verboten. Also mal, ich mache die gegen die Wand mit einem Ohr an der Innenseite der Tür. Jetzt kommt der Wärter ja alle paar Minuten an, schaut hier durch. Und ich darf mich nicht erwischen lassen. Jetzt mache ich das mal vor. Ich höre ein ganz winziges Geräusch. Eine Zehntelsekunde sieht der Wärter mich korrekt durch das Guckloch hier. Und das hat er nie gemerkt. Mein Prinzip war, ich war immer Realist, bleibe gesund. Du musst gesund ankommen. Du musst eine hohe Leistung bringen. Das wusste ich schon immer in der DDR. Ah, the Barkas. Hier gibt es 5 so eine kleinen Kabinen. Ohne Fenster. Zum Gerichtsprozess bin ich damit transportiert worden. Ich habe an dem Tag ungefähr 4 Stunden da drin gesessen. Und ich habe einen ganz großen Moment erlebt beim Aussteigen. Wir haben Ende Juli, nach 4 Monaten UAF ungefähr, habe ich ja nur eine graue Zelle gesehen, keine grüne Sache. Und dann steige ich aus und schaue in eine große grüne Park. Ich schaue in eine große grüne Bäume, ich schaue in eine Blumen, ich schaue in eine Hecke. Das war eine ganz große Emotion und Moment. Da macht mir immer noch heute noch glücklich. Das ist das Prinzip, weil ich den Kontrast kenne. Ich kenne unfrei, frei. Ja. Das ist doch schön. Schulz is opgeleid als atoomgeleerde en krijgt van de DDR volop kansen zich te ontwikkelen, met name in Rusland. Maar voor wat, hoort wat. Hij wordt dringend verzocht lid te worden van de communistische partij. Als hij dit weigert, frustreert het regime zijn loopbaan. Ook daarom probeert hij naar het Westen te vluchten. Na een jaar in de Stasi-gevangenis wordt hij wel vrijgelaten, maar Oost-Duitsland mag hij niet uit. Ich werde nicht freigekauft. Das ist durch meine Tätigkeit mit den Sowjets, durch meine Kenntnisse des sowjetischen Kernreaktors. Und jetzt kommt für mich bis heute das Wunder. Nach 3 Jahren kommt die Lösung. Doch. Ja. Und warum nach 3 Jahren? Wie sieht die? Das ist ein Zufall. Die Staatssicherheit schlägt sich jetzt eigentlich mit den eigenen Waffen. Die Staatssicherheit fängt ein Telefonat ab von einem Privattelefon. Und da sage ich meiner Frau Folgendes, ohne zu wissen, dass ich abgehört werde. Wenn wir nicht die nächste Zeit rauskommen, dann werde ich eine zweite Aktion durchführen, friedlich, am Alexanderplatz gegen die SED. Und dann mache ich einen Schritt weiter, einen größeren Maßstab wie die erste. Jetzt kommt Folgendes, dass ein Oberstleutnant der Staatssicherheit unmittelbar nach dem Telefonat ein Dokument verfasst. Man hat die Nase voll von mir, man will mich loswerden, man kann für die Sicherheit nicht mehr garantieren. Und dann gibt es die Entscheidung, 200 Meter später, der Mann soll raus. Und das passiert am 19. Mai 1981. Da dürfen wir beide dann raus. Sie haben sie verkauft. Und das ist der glücklichste Tag in meinem Leben bis heute. Das kann ich glauben. Ja, meneer Schulz, dat was voor mij een enorme verrassing, dat verhaal. Ik vond het een geweldige kerel, werkelijk. Overigens heel interessant in het geval van die man, dat ook weer een enorme hoeveelheid Stasi-medewerkers bezig zijn om die man te volgen, te verhoren, op te sluiten, af te luisteren. Ga zo maar door. Het is in allerlei opzichten een gruwelijk klein achterbaks klotenlandje. In het voormalige Oost-Berlijn zijn DDR-sporen steeds minder zichtbaar. De Karl Marx-allee zal alleen al door de omvang de tand des tijds voorlopig wel doorstaan. Dit is een Champs-Élysées, zou ik maar zeggen. Het is schitterend gedetailleerd. Ja, ja. He? Het moet waanzinnig duur zijn geweest. Ja, ze hebben hier fors uitgepakt. Dit is dus de Karl Marx-allee. En zoals we intussen geloof ik allemaal al weten, is de DDR in 1949 geïnstalleerd door de Russen. Hè? Ja, zo kun je als dat zelfstandig zeggen. Landje. En het eerste, dan moesten ze natuurlijk bewijzen dat ze iets konden. En daarvoor is de Karl Marx Allee gebouwd. Dit was bedoeld als symbool
Zo gaat het worden voor arbeiders in de communistische staat. Het is 1,7 kilometer, de lengte. En hij is 90 meter breed. Kijk naar die details, Maarten, het is boven die ramen. Het woord genieten zou wat groots aangezet zijn. Maar ik vind het wel vermakelijke architectuur. En die prachtige balustrade daar bovenop. En dat gebouw heeft dus boven alle ramen een heel mooi reliëfje. Ja, nee, het ziet er echt hartstikke goed uit. Het idee was dat dus de socialistische woningbouw van dit architectonische niveau zou zijn. Ja, dat is wel een beetje erg hoopvol geweest. Precies. De tragiek is dat het dus in de massawoningbouw niet gelukt is om het op dit niveau vol te houden. Ja. En je weet hoe het geëindigd is. Zeker. Met plattenbouw. Als één grote gevangenis. Ook dat nog. Ja. Want dat is het gekke, dat die arbeiders er helemaal geen puf in hadden eigenlijk. Hè? Arbeiders zijn tegen de revolutie. Zo is het. Hè? Arbeiders willen een auto. Een huisje. Een televisie. Zo is het. Op vakantie naar Turkije. Het Museuminsel, de concentratie van 5 grote musea op een eiland in de Spree in voormalig Oost-Berlijn, stamt uit de tijd van ver voor de DDR. Na decennia van isolatie en verpaupering is het nu weer een toeristische trekpleister. Maar de plaag van die toeristen, moet je nou toch kijken, joh. Dit zijn net sprinkhanen. Verschrikkelijk. Kijk. Hier gaat het over. Misschien wel het beroemdste gebouw van de Duitse 19e eeuw. Is het Altes Museum. Ja. Van de grootste Duitse architect van de 19e eeuw. 3 keer raden wie dat was. Ja. Karl Friedrich Schinkel. Ja. Er staan hier nog meer musea, daar zullen we nog wat over zeggen. Het zijn allemaal klassicistische gebouwen. Dat noemen ze ook wel Athene aan de Spree. Het belangrijkste is aan Schinkel. Dat is dat hij dat klassicisme, wat natuurlijk al heel oud is, gebruikt om Duitsland een identiteit te geven. Die Duitse culturele identiteit is letterlijk en figuurlijk verwoest in de Tweede Wereldoorlog. Het zwaar beschadigde Museuminsel komt na de tweedeling van Berlijn te liggen in het DDR-gebied. Oost-Duitsland laat de musea in verwaarloosde staat voortbestaan. We hebben net het Altes Museum gezien. En er is ook een Neues Museum. Daar zitten wij nu naast, zeg maar. Ja. Dat is in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd. Dat was eigenlijk gewoon een ruïne. En de DDR heeft daar nooit iets aan gedaan. En voor de renovatie van het gebouw is natuurlijk een prijsvraag geweest. Die is gewonnen door een bekende Engelse architect. Die heet David Chipperfield. Die heeft dit gebouw op een hele mooie manier, vind ik tenminste, gerenoveerd. Want hij heeft het niet in oude luister hersteld. Daar zie je metselwerk. Ja. Dat hele stuk van het gebouw was namelijk weg. Dat was door een bom was dat weggevaagd. En dat heeft hij dus nieuw eraan gezet. En hij laat ook heel goed zien dat het nieuw is. Het is ander materiaal, het is baksteen. Nou, is wel heel lollig achter jouw rug, hè? Je ziet niet zo vaak kogelgaten in gebouwen, maar je kan hier, de kolom hier. Zit helemaal vol met kogelgaten. Ja. En dit alles tot grote woede van de Duitsers. Het Duitse publiek wil alles wieder zoals het geweest is. Zo hoor je helemaal niet te restaureren. Wij noemen dat in Nederland in oude luister hersteld. En daar moeten we altijd vreselijk om lachen in de monumenten, hoor. Want dat is natuurlijk allemaal nep wat je dan ziet. Achter onze rug is namelijk de Alte Nationalgalerie. Ja, dat vind ik een enorm leuk gebouwtje, weet je dat? Die is helemaal prachtig mooi gemaakt. In oude luister hersteld, zoals dat heet. Na de dictatoriale regimes van het nazisme en het communisme hervindt het herenigd Duitsland zijn culturele identiteit. Maarten en Vincent zoeken in de Alte Nationalgalerie schilderijen die Duitse identiteit uitdragen. Je ziet wat dit is. Dit is in feite een staalfabriek in ongeveer 1875 in Duitsland.
En dit schilderij is gemaakt door Adolf Menzel. En Menzel was in de tweede helft van de 19e eeuw verreweg de meest succesvolle schilder van Duitsland. Ook, laten we zeggen, de belichaming van de Duitse nationale schilderkunst. En dat is des te merkwaardig omdat Menzel ongeveer zo groot was. Menzel was een dwerg. Een hele rare dwerg en overal kijkt hij ook altijd boos. Hier even achter, dit is Menzel. De schilder van dat schilderij. En waarom heb ik dit natuurlijk gekozen? Omdat snelle industrialisatie van Duitsland heeft tenslotte Duitsland in een relatief hoog tempo tot de belangrijkste industriële macht van Europa gemaakt. En het Duitsland waar wij mee te maken hebben gehad in de 20e eeuw is natuurlijk een product in feite van het ongekende succes van de industrialisering van Duitsland. Maar wat eigenlijk niemand wist in die tijd is dat mensen ook voor zichzelf een soort olieverfschetsen maakte, laten we het maar zo noemen. Maar die olieverfschetsen, dat is nu het wonderlijke. Dat is de reden dat hij nu enorm beroemd is geworden. Want eigenlijk maakte hij impressionistische schilderijen lang voordat het Franse impressionisme bestond. Dit schilderij heet Das Balkonzimmer. En om geheimzinnige redenen is dit een van mijn lievelingsschilderijen. Het heeft me altijd ontroerd ook. Het is natuurlijk een, ja, je kunt er alles bij bedenken, een zondagmiddag. Hè. Je hoort mussen. En ik weet wel dat ik het voor het eerst zag. En ik dacht, wat een geweldig schilderij. En hoe is het gods mogelijk dat dit schilderij is geschilderd in 1845? En dan zitten we dus zeg maar 30 jaar voor de impressionisten. Nu moeten we natuurlijk nog de vraag beantwoorden, wat heeft dit nu te maken met de Duitse identiteit? Geen reet. Mooi museum trouwens, hè? Prima museum, poepie. Vincent staat stil bij een schilderij van Karl Friedrich Schinkel, de architect van het Altes Museum, waar de broers eerder voor hebben gestaan. Deze is het, hè? Het is toch vrij frappant dat een architect ook vrij aardig kon schilderen, laten we wel wezen. Het zijn best lollige schilderijen. Ja, het is romantisch. Het is romantiek, hoe je het ook verder noemen wil. Deze, die, je ziet water, je ziet een soort stadje. En je ziet natuurlijk een grote gotische kathedraal. Een superkathedraal. Het heet ook Kathedraal aan het Water. Een hele originele naam. Het hele ding is gefantaseerd. Die kathedraal bestaat niet. Aan het begin van de 19e eeuw, die kathedralen waren toen allemaal 600 jaar oud. En wat men in Europa daarin zag, niet alleen de Duitsers, maar ook de Engelsen. En ze zagen die middeleeuwen als een perfecte christelijke samenleving. Dus die gotiek, dat werd een ideaal van hoe het ooit geweest was. Ja. Nou zie je, als je dit zo wil schilderen, dan heb je die schilderstok nodig. Hè? Ja, je moet heel fijn kunnen penselen. Ja, precies. Want dit is niet de grote toets. Nee, dit is niet dat je zegt, we kwasten er eens even lustig op los. Gaan wij terug zoals we gekomen zijn? We lopen nog even clandestien langs die schilderijen. Even niet gestoord door het klootjesvolk. Kwamen we van die kant? Ja, we kwamen daar vandaan. Ja? Zeker weten. Oké. De turbulente Berlijnse geschiedenis van de afgelopen eeuw laat zich goed vertellen aan de hand van een kolossaal gebouw aan de Wilhelmstraße, waar nu het ministerie van Financiën is gehuisvest. In 1936 wordt het pand in opdracht van Hitler gebouwd om Göring's Rijksluchtvaartdienst een plek te geven. Kijk eens. Het steen geworden fascisme. Ja, dit is wel imposing, hè? Het erge is dat ik het niet lelijk vind. Nee, het is wel indrukwekkend, hè? Al heel snel, na de oorlog, toen dit in Oost-Duitsland bleek te liggen, heeft Oost-Duitsland daar verschillende ministeries ingezet. Sammelministerium. Die er heel lang ingezet. Ja, het is zo groot, daar kunnen er wel een paar in, zou je denken. En na het vallen van de muur, want dat is eigenlijk ons thema, heeft het toen herenigde Duitsland het weer in gebruik genomen als ministerie. Dan zie je toch de ironie van architectuur en geschiedenis. Dat een in wezen helemaal volkomen fout gebouw, ja, klaarblijkelijk toch kan dienen voor de meest uiteenlopende functie. Eerst is die Göring. Kijk,
De DDR was geen fijn land, maar Göring was een echte misdadiger. Een boef, een verslaafde boef. Een junkie. Maar als jij een college zou moeten geven van een half uur over fascistische architectuur, dan kun je dit toch wel heel erg passend gebruiken. Het is geen fijn gebouw, nee. Maar op een geheimzinnige manier wel mooi. In de DDR-tijd komt in 1952 een fraai staaltje propagandakunst tot stand. Als op een zijmuur een reusachtig tegeltableau wordt aangebracht met de titel Aufbau der Republiek, de verbeelding van de socialistische heilstaat. Dit is zo door en door socialistisch realistisch. Hier zie je niet waar het socialisme in aanbouw. Leuk, hè? Ja. Je hebt allerlei traditionele figuren. Zingende jeugdbeweging, de vrouwenclub. En wat zie je hier helemaal rechts? Zie je een jong gezin. En blij dat ze zijn, hè? Kijk hoe enorm blij dat ventje is met dat vlaggetje. En die man heeft ook zo'n keurig pak aan. Ja, nu komen we onvermijdelijkerwijs aan de ironie der geschiedenis. Aha. Hier hangt dus de stralende toekomst van het socialisme. En nou wil het geval dat hier op deze hoek, nietwaar, in zekere zin de opstand van de arbeiders van 1953 is begonnen. Oh jee. Ja. In 1953, als de DDR 4 jaar bestaat, vindt de eerste grote volksopstand plaats tegen het beleid van DDR-leider Walter Ulbricht. De slechte economische situatie en de arrestatiegolven van Ulbricht leiden tot grote onrust en ontevredenheid onder de bevolking. Er breken stakingen en rellen uit. En Ulbricht had het geweldige idee dat ze moesten nog 15% harder werken zonder dat ze daar extra voor betaald zouden worden. En toen dachten ze, het is godverdomme mooi geweest met die klote socialisten. Socialisme. En die zijn dus opgetrokken naar het Sammelministerium om daar dus amok te maken. Met hulp van het Russische leger slaat het DDR-regime de volksopstand bloedig neer. Er vallen tientallen doden. Als in 1989 de Oost-Duitsers opnieuw de straat opgaan, is de grote vraag of de Russen weer zullen ingrijpen. In 1989 waren er zo'n 400.000 Russische soldaten in de DDR gelegen. 400.000? 400.000. Als Gorbachev had gezegd, sla erop. Dan was het meteen afgelopen geweest met die zogenaamde Duitse opstand of Duitse revolutie. In mei 89 begint eigenlijk de aftakeling van alles wat zich achter het IJzeren Gordijn bevond. Want dan beginnen de Hongaren met het IJzeren Gordijn af te breken. Knippen allerlei stukken eruit. Echt waar? Ja, echt waar. Wat betekent natuurlijk? Eigenlijk vanaf mei zien al die Oost-Duitsers denken, wacht even. Ja, die gaan dan... Ja, de deur is open. Via Hongarije weer. De achterdeur is open. Ja, was geen houden meer. Er is een bres in de muur geslagen. Ja. En dat beseft de leiding van de DDR. We moeten een nieuwe uitreisregeling zien te verzinnen. En die maken een wetje. En op de avond van 9 november hadden ze die tekst ter hand gesteld van Günter Schabowski, de voorlichter van het nieuwe politbureau. Maar Schabowski was met vakantie geweest. Ja. Je ziet dat kapitalisme ook allerlei narigheid voortbrengt, maar daar gaan we het nou niet over hebben. De woorden uit de mond, ja. Ja, zo is het. En Schabowski was met vakantie geweest en wist ook niet precies hoe het zat met de nieuwe uitreisregeling. En dan probeert hij dat uit te leggen en dan vraagt een Italiaanse journalist, die vraagt, ja, wanneer begint dat eigenlijk? Wanneer gaat de nieuwe regeling in? Ja, dat weet hij dus eigenlijk niet. Dus dan zegt hij, sofort unverzüglich. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort unverzüglich. Ja, iedereen keek in het oosten naar de westerse tv. Het werd uitgezonden. En dan beseffen ze dus, nu, we kunnen eruit. Beschreiben dieses Gefühl. Im Moment unsagbares Glück. Die ganze Demütigung der Jahre, alles ist vorbei. De Broeders van Rossum gaan volgende week naar Leipzig, waar tienduizenden mensen ruim 30 jaar geleden deelnamen aan vreedzame protesten. Die stille opstand was de inleiding
tot de val van de muur. Das muss man sich auch mal alles vorstellen. 9. Oktober 89, die große Demonstration in Leipzig. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Het is dit najaar, 30 jaar geleden, dat de Berlijnse muur viel. Het symbool van een gespleten Duitsland. We hebben heel Europa naar de kloten geholpen, maar ze hebben de restanten wel ordelijk opgeborgen. Vanuit Berlijn reizen de broeders Maarten en Vincent van Rossum door het nieuwe Duitsland. Hé, hey, kijk eens. Ah, oh, wat leuk. Hé. Hey. Ach, jeetje. Wat een treurigheid. Ze gaan op onderzoek uit naar de gevolgen van die wende. Heute wird so getan, als wäre alte Bundesrepublik der Garten Eden und die DDR die Hölle. Und so ist die Geschichte nicht verlaufen. Ze zou het ook eens een beetje schoon moeten maken. Ja, dat ben ik met je eens. Maarten en Vincent van Rossum zijn in Berlijn om te zien wat er sinds de val van de muur in 1989 allemaal is veranderd. Na de hereniging van de twee Duitslanden tot de huidige Bondsrepubliek wordt Berlijn de nieuwe hoofdstad. Wat hebben die eenwording en die nieuwe status voor de metropool betekend? En heel concreet, wat is er met de muur gebeurd? En wat gaat er nog mee gebeuren? 9 november 89. De muur is, al heeft dat nog wel een paar dagen gerommel gegeven, maar in feite is er een gat in de muur. En zit er eenmaal een gat in de muur, dan is de muur aan zijn eind. En wat mensen zich natuurlijk niet realiseren is dat er een enorm litteken dwars door die stad liep. Ja, en de vraag was, waar dus die muur had gestaan en bovendien al die terrein met die mijnen en al die andere flauwekul die ze nodig dachten te hebben om die mensen op te sluiten. En dus nu was de vraag, wat doe je dan? Wat ga je daarmee doen? Ja. We lopen hier langs wat heet de East Side Gallery. Kunstenaars die hebben besloten in 1990 om die muur te beschilderen als een soort euforische boodschap voor de eenwording van de stad. Ja. En dat maakt een ontzettende kinderachtige indruk, die kunstwerkjes naast elkaar. Ja, ondertussen is die muur, dat is een officieel erkend monument geworden. Hij moet ook beschermd worden. En nu komt het leuke, in 2013... constateerde ze eigenlijk dat al die muurschilderingen zwaar beschadigd waren door de tand des tijds, de regen. Toen vroegen ze aan de kunstenaars, kun je je oude kunstwerk niet opnieuw doen op de muur? En toen zei de kunstenaars, nee, dat kon niet met kunstwerken. Je kunt één keer in een explosie van creativiteit kun je een kunstwerk maken, maar niet nog een keer. Nee. Toen hebben de restaurateurs een deel van de schilderingen zelf opnieuw aangebracht. Toen zeiden de kunstenaars, ja, dat is schending van copyright. Hè. Ja. Dat is onze kunst en nou hebben jullie het bovendien op een klunzige manier nagemaakt. Dat willen we niet hebben. Maar je voelt aan je water aan, dit is dus een erkend, beschermd kunstwerk. Ja. Maar dit is niet echt te beschermen. Nee, ondoenlijk. Je kunt hier niet s'avonds over meer dan een kilometer mensen gaan zetten. Nee, wat je dan moet doen, dan moet je weer een todenstrijven maken. Ja, dat je de mitrailleur meteen begint te knallen. Ja, dat zou je dan moeten doen. Ik durf hier wel te zeggen, als jij het niet verder vertelt, Vincent, dat ik er niks mee heb met die East Side Gallery. Dit mag prijs worden gegeven aan de elementen. Zo, kijk, dan zijn we het toch eens. Waarbij ik ook het toeristenverkeer als een element zie. Op de lange duur halen we gewoon die hele muur weg, dat hele ding. Leuk hoor, die toeristen. He? Allemaal in korte broek. Stomme hordes. Zou de korte broek in Oost-Duitsland ook gedragen zijn geweest? Als ik ooit zou lezen dat het daar verboden was. Ja. Zou ik alsnog zeggen, wat een regime. He? Zo hoort het. Berlijn ziet zich voor de vraag gesteld wat te doen met het uitgestrekte gebied dwars door de stad waar ooit de muur heeft gestaan en waar de Todesstreifen was. Het zwaar bewaakte niemandsland. Midden in een wereldstad heb je plotseling een gigantische open ruimte. Unieke stedenbouwkundige kans om iets slims te doen. Het is de gemeente van Berlijn die volledig gefaald heeft met een unieke gouden kans om stedenbouwkundig iets te doen. Ze hebben niks gedaan. Dan komt er natuurlijk een projectontwikkelaar die zegt, kan ik daar een gebouw bouwen?
Nou ja, dit is een monument. Maar ja, dan moet je de hele stad monumentaliseren. Maar ze hebben er niet over nagedacht. Nee, ze hebben dat geef ik toe. Terwijl het stadsbestuur faalde om beleid te maken, grepen projectontwikkelaars hun kans. Waar ooit Oost-Duitse militairen mitrailleurs richtten op vluchtelingen, hebben ze nu het duurste appartementencomplex van Berlijn gebouwd. Ik heb begrepen dat veel mensen in Berlijn niet blij zijn met dit gebouw op die plek. Ja. In die zogenaamde Todesstreifen. Het relletje ontstond, geloof ik, omdat de kunstenaars van de muur niet geïnformeerd waren over de bouw van dat ding. En toen was de bouw al begonnen. En toen werd er geprotesteerd en toen is de bouw tijdelijk stilgelegd. Projectontwikkelaar Mike Uwe-Hinkel heeft de woontoren van 14 verdiepingen onder luid protest en met de nodige vertraging uiteindelijk toch gerealiseerd. Hier unten sehen Sie diesen Weg, ja, diesen betonierten Weg, das ist der Postenweg. Dort sind die Grenzsoldaten auf und ab gegangen. Ja? Ja, ja. Und die Staatsgrenze verlief auf dem anderen Ufer. Deswegen sind die Kinder dort reingefallen und man durfte sie nicht retten, weil damit hat man Staatsgebiet der DDR betreten. Und da sind sehr viele Dinge unschön passiert. Also manche Marineboote kamen da nicht hin, haben nicht gerettet. Die Polizei durfte nicht retten und Kinder, die abgestürzt sind und dort gespielt haben, sind ertrunken. Es gab wohl 2 oder 3 solche Fälle. Kann man überhaupt in dieses Gebiet bauen? Sollte das nicht ein Monument für immer sein, der geteilte Stadt? Es gibt eine Gedenkstätte am Mauerpark, das ist Bernauer Straße. Yeah. Dort ist es original aufgebaut. Also du kannst nicht mitten in einer Weltmetropole so einen Streifen durchziehen. Und es gibt solche Denkmäler. Ja, ich fand das nicht ein gutes Idee, aber... Ja, weil ich dachte, es ist ja ein ganz gutes Idee. Ja. Aber diese Grundstücke wurden vom Senat ausgeschrieben und wurden verkauft durch die Stadt Berlin. Und man hat zu bauen. Um zu bauen. Mit diesem Baurecht darf ich bauen. Ja, das ist ganz legal. Dann gab es natürlich das Problem, wie komme ich auf mein Grundstück, wenn die Eastside-Galerie steht? Ein Architekt hat einen Plan gemacht. Bitte versetz 5 Mauersegmente zur Seite. Damit ist die Eastside-Galerie erhalten. Stempel, Stempel, getan. Maar het was nog niet gedaan. Burgers kwamen in opstand met als slogan: handen af van de Eastside-Gallery. Hinkel wordt bedreigd en Amerikaanse acteur en zanger David Hasselhoff zet de demonstraties luister bij met een lied dat hij ook al zong toen de muur viel. Projectontwikkelaar Hinkel duidt de protesten anders. En op einmal kamen die clubs. Oh, es entsteht hier Wohnungsbau. Was passiert mit unseren Nachtpartys? Berlin ist bekannt für das Nachtleben und die Clubszene. Dumm, Veranstaltungen. Dumm, dumm, dumm. Genau. Technobeat. Und das ist natürlich, wenn hier dann jemand die Polizei ruft, Ruhestörung, dann machen die Schluss da. Das war ein wirtschaftlicher Faktor der Clubs. Ja, natürlich. Deswegen gab es diese Proteste. Und dann hat man das aufgeputscht mit Prominenz, hat die Leute hergeholt. Und die kamen nicht wegen der Hinterlandsmauer, die kamen wegen David Hasselhoff. Sie sind erwachsen in der DDR. Ja, ja. Was denken Sie jetzt von der Situation? Denken Sie, ach, der DDR war eigentlich besser? Nein. Nicht? Nein. Auf gar keinen Fall. Das war das größte Glück meines Lebens. Ich wäre heute nicht Unternehmer. Ich hätte heute nicht solche Häuser bauen können in der DDR. Auf gar keinen Fall. Ich habe Jura studiert in der DDR, erst Geschichte, Musik, Germanistik und dann Jura. Ja, ja. Und danach kam die Wiedervereinigung und natürlich brauchte man keinen DDR-Juristen mehr. Also die Europäer haben doch ein sicheres Verständnis für was die Ossis sagen über die Besserwessis. Ja, meine Familie kommt dort her. Ich komme aus dem Vogtland, ich bin da geboren. Ich habe da meine Großeltern, meine Eltern, meine gesamte Familie kommt dort her. Und die hatten alle 1990 keine Arbeit mehr. Alle. Alle. Alle? Ja. Es war nicht so, dass wir im Dreck gelebt haben. Nein. Das hat man uns aber immer vorgehalten. Wir Ossis waren ja schlechter als die Türken in West-Berlin. Also selbst die Türken haben sich über uns lustig gemacht. Man hat uns erkannt an den Kleidern, an den Schuhen, an den Klamotten. Es war schon etwas komisch, skurril. Und das war auch ein Antrieb für mich, sowas zu machen wie hier. Das erste Wohnhochhaus nach der Wende zu errichten. Und wir haben jetzt hier dieses, das ist die teuerste Wohnung Deutschlands. In diesem Jahr ist verkauft. 15 Millionen. Ah.
Hier, ja, we gaan hier zitten. Ja. Oep. Levensgevaarlijk, jongens. Zag je dat? Brak ik bijna mijn rug. Ja, het is november van het jaar 1989. En als het duidelijk is dat het klaar is met de muur, dan is het ook duidelijk dat het perspectief van de hereniging in zicht komt. Het plan wat verreweg de meeste opwinding veroorzaakte, was het 10-puntenplan van Kohl, de kanselier van West-Duitsland. Dat was eigenlijk het idee om van Duitsland een federatie te maken. Het zouden twee naties onder één dak, dat was het idee. En die zouden dan geleidelijk aan elkaar aangepast worden. En tenslotte zouden ze na enkele jaren, zou het één Duitse natie worden. Van die hele zaak schrokken de Europese bondgenoten van Duitsland enorm. Het allerergst was geschrokken Margaret Thatcher. Die zei ook in het openbaar, we beat the Germans twice. En daar zijn ze godverdomme weer. Want wat je niet moet vergeten is dat West-Duitsland plotseling ongeveer de helft van het grondgebied erbij kreeg. Ja. En bovendien zo'n 16 à 17 miljoen mensen, waardoor Duitsland ook demografisch een enorme sprong omhoog maakte. Oké, we zijn nu dus in december van het jaar 1989. Kohl was diep onder de indruk van de enorme menigte die hij steeds op de been wist te brengen in het voormalige Oost-Duitsland. Soms wel 200.000 man. En die juichten. En die stonden enorm te juichen en die riepen, wir sind ein Volk. Dus Kohl die begon te denken, wacht eens even, we moeten kijken wat er nu mogelijk is. Daar kwam iets bij, iets belangrijks, namelijk dat Kohl haast had. Want Kohl dacht, je weet nooit hoe lang Gorbachev er zit. Stel voor dat er een coup wordt gepleegd. Ja. En in het begin van het volgende jaar is besloten om in de DDR al op 18 maart verkiezingen te houden. En laat Kohl nou die verkiezingen winnen. En dan weet hij, ik ga nu doorpakken. Nu moet het gaan gebeuren. Gorbachev was ondertussen in grote problemen geraakt. Er werd honger geleden in de Sovjet-Unie. Wie was bereid om geld te lenen? Helmut Kohl. En uiteindelijk kun je zeggen, het klinkt een beetje cru, maar heeft West-Duitsland, Oost-Duitsland gekocht voor zo'n ruim 30 miljard D-mark. Daar kwam het eigenlijk in grote trekken op neer. En zo is dus tussen 9 november 1989 en 3 oktober van het jaar 1990 de Duitse hereniging tot stand gekomen. Dat, het is wel grappig dat je nou dat zo netjes doet met de data erbij. Zo, het is in 1 jaar voor elkaar gebakt. Minder dan een jaar. In 11 maanden eigenlijk. 11 maanden. En dat ik toen in die tijd werkelijk er geen moment over nagedacht heb. Ja, dat is wel vrij sterk. Ja, maar bedoel, jij, voor jou was het blijkbaar een hot issue. Ja, zeker. Ik heb er enorm over lopen piekeren hoe dat dan maar zou gaan. Ik zat mijn proefschrift te voltooien. En dat was het enige waar ik aan dacht. Moet je kijken, joh, hoe dat gaat. Ja, Paul niet. Nee, ik bedoel, hou mij vast. Gaat het? Ja. Dat moet ik misschien toch nog even onderstrepen of aanpunten. De held van dit verhaal is Helmut Kohl. Ja, dat zou je niet denken. Die grote, dikke dorpspoliticus Helmut Kohl. Berlijn wordt de hoofdstad van het herenigde Duitsland. Daarmee verliest de stad Bonn zijn functie als hoofdstad van West-Duitsland. Het politieke bedrijf in Bonn hield circa 30.000 mensen aan het werk. De horeca profiteerde mee. Kroegbaas Harald Grubbert kan erover meepraten. Hij had in Bonn een goedlopend café waar politici en journalisten elkaar dagelijks troffen. Am 21. juni 1991 war im Bundestag die große Entscheidung, Diskussion, soll Berlin Hauptstadt werden oder soll Bonn Hauptstadt bleiben? Es gab eine Entscheidung bei über knapp 700 Abgeordneten und 17 Stimmen waren mehr für Berlin. 17 Stimmen, ja, bei fast 700. Das ist nicht viel. An diesem 21. Juni 91 auf dem Marktplatz in Bonn haben die Leute geweint. Für uns als Bonner war das schrecklich. Der
das Ende. Es war eine Vision, es gibt eine Geisterstadt in Bonn, weil keiner mehr da ist. Grubert kiest eieren voor zijn geld. Hij reist zijn klandizie achterna en opent een café in Berlijn. Die Berliner hatten alle Angst, wenn jetzt 35.000 Leute mit dem Bundestag kommen, dann nehmen die unsere Jobs weg. Und wir wurden begrüßt, Scheiße kommt aus Bonn. Aber ja? Man und kann auch sagen, die Spiegel von Auto mit Bonner Nummernschild wurde kaputt gemacht. Aber die Berliner haben nicht daran gedacht, wir nehmen den Job weg, sondern es gab diese Jobs ja nicht. Wenn ich heute sehe, die ganzen Abgeordnetenhäuser und das Reichstagsgebäude und alle Leute, die arbeiten um die Regierung herum. Weil natürlich Hauptstadt Berlin auch ein Riesenwachstum der Stadt verursacht hat. Natürlich. Riesenwachstum. Da ist viel Geld reingeflossen. Ja. Ja? Finden Sie, dass die das Entschluss nach Berlin zu ziehen, ist das gut oder doch heute, wäre es besser gewesen, in Bonn zu bleiben? Heute denke ich, es war richtig. Aber für die 50 Jahre vorher war es richtig in Bonn nach dem Krieg. Ja? Die Angst, dass es wieder Berlin wird, wie zu Kriegszeiten und Vorkriegszeiten, das war natürlich der Vorbehalt, dass viele Leute sagten, ah, das wird ja furchtbar, wenn es wieder Berlin wird. Weil da war die Geschichte des Nationalsozialismus und der Krieg und so weiter. Als der Deutsche Bundestag aufgelöst wurde in Bonn, das ist einer der 700 Stühle aus dem ersten Deutschen Bundestag von 1949. Und als dann der Umzug von Bonn nach Berlin war, wurden diese Sachen alle verkauft. Da haben wir 10 Stück von gekauft. Wo die anderen 700 gelandet sind, weiß ich nicht. Aber das ist also ein Originalrelikt aus dem 1949 Deutschen Bundestag. Het tegenwoordige Duitse parlement telt 709 zetels. Als in 1991 besloten wordt Berlijn uit te roepen tot de nieuwe hoofdstad, wordt de Reichstag het parlementsgebouw. Ja, je ziet, het is toch een beetje lompe architectuur, hè? Hij wou op. Nou, dit vinden we nou toch allebei een klote gebouw. Het is echt de zwartste periode in de Duitse architectuurgeschiedenis. Goed, Maarten, de zogenaamde Reichstag. Ja. Oftewel het Duitse parlementsgebouw. En dat is gebouwd in 1894. Toen hadden ze dus net dat keizerrijk opgericht. En het gebouw heeft een beladen geschiedenis. Ja. Waarom? Omdat namelijk in 1933, naar men zegt, een Nederlandse communistische jongen van de Lubbe, hij heeft dat ding in de fik gestoken. Vervolgens komt natuurlijk die oorlog en is er in Berlijn dus werkelijk ongelooflijk hard gevochten. Dus het was zwaar beschadigd na de oorlog. Ze hebben dit gebouw in 1961 door een Duitse architect Baumgarten hebben ze op laten knappen op een vrij eenvoudige en beschaafde wijze. Maar na de val van de muur wordt natuurlijk uiteindelijk dat besluit genomen dat de regering van het Verenigde Duitsland teruggaat naar Berlijn. Ze vragen Sir Norman Foster. Ik weet niet of hij toen al Sir was, maar intussen is hij het wel. En die heeft het dus ingrijpend verbouwd. En wat hij met name heeft gedaan, want dat had die Baumgarten niet gedaan in 1961. Hij herbouwt de koepel. En je ziet wel dat hij hem niet echt herbouwd heeft, maar dat hij een totaal nieuwe koepel heeft. Dit is een lichtkoepel. Ja, en je kan vanuit die koepel naar beneden kijken. Daar kun je de Bondsdag zien vergaderen. Daar kun je de Bondsdag zien vergaderen. En als het je gelukt is om in jouw boodschappentas een enorme bom mee naar binnen te smokkelen, dan kun je die over de rand gooien. En dan hebben we ongetwijfeld. Dit is een beetje een anarchistisch 19e-eeuws plan. Oh ja, ik die gooide altijd van het balkon af bommen in de diverse vergaderingen. Mag ik nog iets over het gebouw zeggen? Ja, dat mag je. Ja. Laten we dat nog maar even doen. Ja, dit is wel een opmerkelijk lomp gebouw. Dit is een klont. Dit is een mislukte klont. Ja, dat keizerrijk begint dus in 1871. En dan begint dus wat ze in Duitsland de Gründertijd noemen. Ja. En dan komt dus dat vroegmoderne Duitse kapitalisme komt op.
En dat gaat gepaard met enorme wansmaak. In de architectuurgeschiedenis is het woord Gründerzeit synoniem voor wansmaak. Het is proportioneel niet goed. Ja, het is een beetje platgedrukt. Ja, er is iemand op gaan zitten, dat zie je toch? De nieuwe hoofdstad van het herenigde Duitsland lijkt vanaf 1991 steeds meer op een gigantische bouwput. Met de onvermijdelijke dilemma's die de bouwwoede met zich meebrengt. Daar, dat is het zogenaamd het oude stadpalast van de koninklijke familie van Duitsland. Dat was na de oorlog een ruïne. Toen hadden ze het betrekkelijk makkelijk kunnen restaureren. Want ja, je kan natuurlijk alles restaureren. Maar toen heeft de DDR heeft het opgeblazen, die ruïne. Tot grote woede van West-Duitsland. Ja. En toen hebben ze vele jaren later pas het Palast der Cultuur gebouwd. Daar kun je over twisten of dat een mooi gebouw was. Maar het was op zich, als modernistische architectuur, was het een heel, ik heb er een plaatje van, een heel acceptabel ding. Wat gebeurt er na de hereniging? Besluiten de West-Duitsers om het cultuurpalast af te breken en het opgeblazen paleis van de koninklijke familie te herbouwen. Het Palace der Republiek, dat in de volksmond ook wel Kulturpalast of Volkspalast werd genoemd, was de trots van Oost-Duitsland. Het was tegelijkertijd parlementsgebouw en uitgaanscentrum. Een multifunctioneel gebouw voor alle Oost-Duitsers. Georg Balzer is stadsplanoloog en heeft zijn jeugd doorgebracht in het Oost-Duitse deel van Berlijn. Het Palast der Republiek weet hij zich nog goed te herinneren. Die Sache is wat verschwunden is, dat Volkspalast. Weliswaar een fameuze attractie, toch, in Oost-Berlin. In Oost-Berlin en in de DDR. In die ganze DDR? In de DDR, want dat was het eerste zeer grote gebouw in deze art, wat in een stadcentrum voor die Volkskammer en voor die bevolking der DDR zo errichtet wurde. Und was konnte die Bevölkerung dort tun? Es war im Untergeschoss zur anderen Spreeseite war eine große Disco. Eine Disco? Eine Disco. In Ostdeutschland? Natürlich. Eine kommunistische Disco. Oh, so. Dann gab es dort zum Beispiel mehrere kleinere Bierstuben, wo man vor der Spree sitzen konnte, Bier trinken konnte, essen konnte. Aha. Dann gab es eine Bowlingbahn. Auch eine Bowlingbahn. Kommunistische Bowlingbahn. Eine kommunistische Bowlingbahn. Der Palast wurde 1976 eröffnet, sehr viel Witze gemacht. Also Erichs Lampenladen war ein Witz, ein anderer Witz war ganz wunderschön, ne? Ja. Palazzo Prozzo, weil der so protzig wirkte. Ja. Und das war der große Saal. Ah, und in dem großen ganz, Saal, ganz sehr groß. Der war von der Akustik her war der top in Europa. Ja. Ja, und ich weiß, dass viele Chöre und Orchester aus Europa, die wollten hier spielen wegen der Akustik. Aha. War man enttäuscht in die ehemalige DDR, dass das abgerissen ist, das Gebäude? Meine Tochter hat innerhalb ihres Studiums Geografie und Kunstgeschichte hier eine Arbeit darüber geschrieben. Der Palast war ja ein Denkmal. Ja. Er hat ja eine Bedeutung als Gebäude, ja, mit seinen Ereignissen eine politische Bedeutung, auch für die DDR im Kontext der Entwicklung von Berlin und der DDR. Und sie hat in ihrer Arbeit herausgearbeitet, dass der Palast aufgrund seines Denkmalwertes, ja, sicher, eigentlich hätte stehen bleiben können. Ja. Und viele Leute auch aus meiner Generation, die haben dann auch gemerkt, dass der Palast mit seiner Möglichkeit der öffentlichen Begehung gar nicht so schlecht war. Und doch ist es abgerissen. Ja. Das war ein politischer Entschluss. Ja, man hat es natürlich nicht so direkt politisch gemacht. Also hier hat man beispielsweise Asbest, nach meiner persönlichen Meinung, als Vorwand genommen, um den Palast sehr schnell zu schließen. Ja, die. Nach der Wende, nach 1990, gab es aufgrund der Veränderungen politisch und in Verwaltung, die ganzen Eliten aus dem Westen haben dann die Posten hier besetzt. Und es gab natürlich einen Wandel, auch in den städtebaulichen Leitbildern und in der Ansicht zu den DDR-Bauten von der Architektur. Jetzt doch die Stimmung ist, ach, das Volkspalast, wir haben das verloren. Und es war nicht notwendig. Bestimmt bei einigen. Vielleicht, das war mein Bruders Vorschlag, kann das abgerissen werden. Wieder. Ja. Dass, dann, dass wir dann das Volkspalast erneut bauen.
We hebben dus net met een Duitse deskundige gesproken. En die drukte zich heel voorzichtig uit. Hij wou nou niet helemaal eerlijk toegeven dat er hier de sprake is geweest van een regelrechte culturele misdaad. Ik begrijp die emoties. Kijk, ik ben ervan overtuigd dat het een beetje een politieke rotstreek is geweest. De beste wessies tegen de jammerossies, zal ik maar even zeggen. Het is niet zo dat ik straks in mijn kussen zal wenen over deze trieste toestand. Nee. Maar ik vind namelijk het afbreken van gebouwen, daar ben ik in principe tegen. We hebben die mooie foto's gezien. Het was echt best een leuk, ook bijzonder gebouw. Ook het interieur, als je dat behouden had, Maarten. Jij riep nog jaren 70. Ja, dan had jaren je dus 70. Een origineel jaren 70. Ja. Dat is toch gewoon geschift om dat allemaal af te breken en dan een namaakgebouw neer te zetten. Ja. Maarten. De vraag is dus hoe het verder moet met Berlijn. Dat begrijp je wel. Dan hadden ze oorspronkelijk het idee, vlak na de val van de muur, toen ze allemaal hele mooie ideeën hadden eigenlijk. Ze dachten dat ze een onbeschreven blad hadden, waar je dus architectonisch en sociaal en nou ja, op allerlei manieren grote ideeën kon ontwikkelen. Met name vanaf het moment dat Berlijn de hoofdstad van Duitsland wordt, wordt het een grote, zeg maar, internationale stad. De architectuur van grote steden is in principe commerciële, vrij platte, niet erg kunstzinnige of architectuur. Het is de aard van de kapitalistische stad. Ja, dat het een rommeltje is. Dat het een rommeltje is. Maar je hebt dus zeg maar bijna een dictatoriale dwang nodig om echt, als je dat per se wil, dat er een soort herkenbare, dat was ook het idee, dat er een soort herkenbare Berlijnse architectuur komt. Het Potsdammerplatz, gelegen op voormalig Oost-Berlijns grondgebied, is een plein in de stad dat na de Wende schreeuwde om vernieuwing. Uitgerekend hier zou een start gemaakt kunnen worden met die herkenbare Berlijnse architectuur. Het liep anders. We staan op het Potsdammerplatz. En voor dat Potsdammerplatz hadden ze een speciale commissie opgetuigd, zeg maar een soort superwelstandscommissie. Met allemaal toparchitecten erin, onder wie ook Rem Koolhaas, onze eigen Nederlandse toparchitect. Rem zelf. Daar is lang gepraat over wat er nou eigenlijk zou moeten gebeuren op het Potsdamerplatz. Totdat, zeg maar, de gemeentearchitect van Berlijn het een beetje zat was en zei, we gaan gewoon een paar architecten laten bouwen wat de projectontwikkelaar graag wil. Tot grote woede van Rem Koolhaas, die boos wegloopt uit die commissie en zegt, dit is de meest kleinburgerlijke rotzooi die jullie ooit hadden kunnen bedenken voor deze unieke plek. Ja. Nu gaan we even uitleggen wat dan die kleinburgerlijke rotzooi is. Wij zien drie torens van links naar rechts. Dat is Renzo Piano. En Renzo Piano gaat door voor goede smaak. Dus even onthouden, het linkergebouw is goed. Het middelste gebouw is van Koolhof. Want Koolhof is hartstikke Duits, bovendien voor een Duitse firma gebouwd. Nou is het verhaal architectonisch dat hij geïnspireerd is op wolkenkrabbers in New York uit de jaren 20. Ik weet niet of jij dat erin ziet. Mij lukt dat niet. Wat het namelijk gewoon is Noord-Duitse baksteenarchitectuur. Jaan, dat is de meest rechter dus. Ja. Dat is toch wel erg ordinair, vind ik. Echte Jaan, ook een Duitse architect? Helmut Jaan, ja. Hij is een meester in internationale glazen toren. Gladde architectuur, weet je wel. Altijd commercieel, nooit echt interessant. Tot slot, dat is het zogenaamde Sony Center. Oh ja, nou zie ik het staan. Dat ding hoort tot wat daarachter staat. Ja, dat is één gigantisch kantorencomplex. En daarin zit ook een winkelcentrum. En de bedoeling is dat wij ook nog even in dat winkelcentrum gaan kijken. Ja, vind ik wel leuk. Oké. Maarten vindt het leuk. Nou, halen kijk, ik ben dol op grote levendige steden. Dan ben je hier wel gelukkig natuurlijk. Hè? In het centrum van het Sony Centrum is een winkelcentrum. Of het als een soort, volgens mij zijn het voornamelijk cafés. Dat doet er niet toe.
Daar zit een ontzettend lollig tentdak op. Ja. Wat gedeeltelijk ook voor de zonwering waarschijnlijk bedoeld is. Prachtige constructie. Ja. En er zit ook een bioscoop in, Maarten. Ja. Nou, Maarten vindt het leuk. En ik vind het niet erg, geloof ik. Ik vind het niet... Wacht nou even. Oh. Neem een half uurtje. Ja. En dan dadelijk vind je het ook leuk. Nou, in principe had Rem Koolhaas natuurlijk gelijk... dat het burgerlijke rotzooi is. Het probleem natuurlijk is... het geeft expressie aan onze tijdgeest. Die is burgerlijk. Wij leven... met name in het Westen, zoals het genoemd wordt... Hè, in de kapitalistische samenleving, waar we allemaal heel gelukkig mee zijn trouwens... dat is natuurlijk een burgerlijke samenleving. Dat is het minimaal al 200 jaar, toch? Ja. He? Dus ja, dit hoort daar ook bij. Ja, dan zie je ineens dat er toch eigenlijk allemaal wel aardige details in zitten. En bovendien, het wonderlijke is de ramen kunnen open... Dat is bij dit soort gebouwen echt heel apart en bijzonder. Ook de Jaan heb ik geweldig op staan te schilderen. En ja, moet ik bekennen, ik heb me vergist. Goed zo. Een machtig Duitsland, met Berlijn als hoofdstad. De ontwikkeling werd niet door iedereen even enthousiast begroet. De toenmalige bondskanselier Helmut Kohl moet na de hereniging aan de rest van de wereld tonen... dat dit keer niet gevreesd hoeft te worden voor een groot... en vooral dominant Duitsland. Om te laten zien dat het nieuwe Duitsland zich zeer bewust is... van het belaste Duitse verleden... laat hij in Berlijn een holocaustmonument van een enorme omvang bouwen. Het ontwerp is van de Amerikaanse architect Eisenman. Ja, had je dit ooit eerder gezien, Vincent? Nee. Holocaust Memorial? Nee. Wat is je allereerste impressie voordat ik het ga bederven? Ik moet een beetje op mijn woorden passen. Kijk, ik zou je wel vertellen wat mijn eerste impressie was. Omdat ik van die kant kwam aanrijden, zag ik daar die gestapelde containers staan. Oh, dat was het. En dat is op een geheimzinnige manier zo bot en ontsierend. Dat je die dingen hier pal naast zet. Daar staat een knaloranje cementtoren. Ja. En dan denk ik van ja, hoe gaan we dus met het verleden om? Nou, op die manier. Ze zijn begonnen met bouwen in 2003 en ze waren klaar met bouwen in 2005. Jan en Alleman heeft natuurlijk een soort interpretatie aan dit wonderlijke veld van blokken gegeven. Het is een doolhof, je kunt erin verdwalen. Er zijn mensen die zeggen, ja, het is een systeem wat onthecht is van de werkelijkheid. Eisenman zei, interpretaties, dat is niet nodig. Dit is een abstract monument. En wat je wat wil interpreteren, moet je het vooral zelf weten. Maar ik vertel er verder niets over. Ik kan er niet veel van bakken, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind ook de omringende wanden... vind ik buitengewoon ongelukkig. Het zit nou zo na ingepakt in het tussen eigenlijk een aantal in principe vrij armoedige woongebouwen. Kijk, groen was veel beter geweest natuurlijk. Wat ook wat ruimte eromheen. Hè. Het probleem is natuurlijk bij holocaustmonumenten dat het al heel lastig is om kritiek te hebben, omdat je al heel gauw wek je de indruk dat het je niks kan schelen, die holocaust. En ga zo maar door. Ik weet wel, ik kwam oorspronkelijk, het is al de vierde keer dat ik het zie... en ik moet zeggen, ik vind het elke keer een klote ding. Ik vind het helemaal niks. 0,0. Ik vind het lelijk. Ik zie niet in waarom het ontroerend zou zijn. Het heeft voor mij ook geen verwijzende historische functie. En toen, terwijl ik eigenlijk nogal geschokt was over de naar mijn gevoel volstrekte nutteloze symboliek van dit onbegrijpelijke ensemble... Toen zag ik, wonderlijk genoeg, dat die straat die hier langs loopt, langs het Holocaustmonument, heette Hannah Arendtstraat. Het gaat hier om een Duitse jodin die op het nippertje ontsnapt is aan deze mallenmolen. Die tot het uiterste geprobeerd heeft om iets van de Holocaust te begrijpen. En ik wil het niet mooier maken dan het is, maar daar raakte ik ontroerd van. Want dat vond ik wel een monument wat mij iets zei. Waarom is ze nou eigenlijk echt verschrikkelijk wereldberoemd? Ja. Vanwege het Eichmann-proces. Ja. Waar zij die onverbeterlijke formule heeft bedacht... dat het over de banaliteit van het kwaad ging. Ja. De onbenulligheid van die mannetjes. De kleinburgerlijkheid. Die man, inderdaad, Eichmann, die gewoon een
een moedig ambtenaartje bleek te zijn die dat had zitten regelen in een kantoortje. Ja. En ik vind het zo'n prachtige formule, de banaliteit van het kwaad. En nog denk ik vaak, als ik over dit klote monument lees, Hanna Arendstraatse. Dat was voldoende geweest, dat is het gekke. Dat was voldoende geweest. We zitten onder een kastanjeboom, bijna zo oud als het keizerrijk. Het is een unieke plek. Ja, hij is 130 jaar oud, maat. Het is een wonder dat die boom de oorlog heeft overleefd. Onbegrijpelijk. Maar dit is allemaal ter introductie natuurlijk. Wij zijn hier vanwege wat er in 1989 is gebeurd. He? Nou, het is wel mooi, vind ik, dat het oude Berlijn weer uiteindelijk toch na al die jaren na de oorlog weer de hoofdstad van Duitsland is geworden. Het was een hele rare en om die reden natuurlijk een stad zonder toekomst. Ja. Terwijl het nu ineens is het een stad met misschien wel ongekend toekomstpotentieel. Nou ja, misschien moet ik een anekdote vertellen. Ja, iedereen vreest altijd mijn anekdotes, maar goed, het moet toch even. Ik was hier in het begin van 1990. En toen was de discussie al begonnen of Berlijn niet de nieuwe hoofdstad van Duitsland moest worden. De Berlijnse Republiek, zoals het heet. En toen was er een nummer van Der Spiegel. Ik zie het nog op die newsstand staan. En daar stond op: Berlijn, Hauptstad Europa's, met een vraagteken. Toen dacht ik wel, ja, dat zullen we nog wel eens zien, jongens. Hè. Dat is een beetje onzin. Maar dus hoofdstad van Europa, wat vind je daarvan? Ook niet zo'n leuk idee. Europa heeft geen hoofdstad. Nee, dus, gelukkig. Voor ons is Wageningen de hoofdstad van Europa. Is het goed dat Duitsland herenigd is? Ja, natuurlijk is dat zo. Het is een idiote constructie. En bovendien wel zo is Duitsland, wat je er verder van mogen denken, een complete, totale, miserabele, criminele mislukking geworden. Dat moeten we toch wel zo duidelijk mogelijk maken. Dat wil niet zeggen dat de hereniging, en zeker niet in de tempo waarin die heeft plaatsgevonden en de wijze waarop die heeft plaatsgevonden, niet allerlei wonderen heeft gemaakt. De DDR staat zeker bij oudere DDR-burgers stijf van het ressentiment over datgene wat zich heeft afgespeeld. Mensen die werkloos zijn geworden, hele industrieën die gesloten zijn. De problemen zijn er nog steeds, maar die zullen geleidelijk aan vanzelfsprekend verdwijnen. Weet je wat? We citeren Willy Brandt. Wat bijeen hoorde, groeide langzaam samen. En daar ben ik het wel mee eens. Het groeit langzaam en het zal nog wel even duren, maar zo moet het zijn.